Pierre Denier, Lokeren, tweede opdracht. En als ik even terug ga naar het begin van de week, afgelopen maandag, ik heb daar mooie zaken gezien in Hasselt. Ja, vooral hoe ze de wedstrijd aanpakten. Dus dat vond ik wel heel belangrijk. Los van goed voetbal of van resultaat, hoe zo'n jongens de wedstrijd beleven. En dat was heel goed voor mij. De beleving was er, de gretigheid was er, de bereidheid. En het is maar een derde klasse, maar dat gaf wel een goed gevoel, ja, het begin van de week. Vooral de eerste helft was heel goed, hè? Ja, tuurlijk, daar zat tempo in. Het waren ook de jongens die dus tegen de basis aanleunden. En die hebben dat heel goed ingevuld, ja. Loker is natuurlijk een ander paar mouwen. Je hebt keuzes moeten maken, want met een kern van 31 is het moeilijk werken. Ja, en je kunt die niet allemaal tevreden houden, dat weet ik ook. Alleen probeer ik altijd eerlijk te zijn. En ik heb iedereen heel veel aandacht gegeven. We zijn met 5 trainers. We hebben iedereen ingeschakeld. Ik wilde ook nog niemand opzij schuiven. Ik denk dat dat best gebeurt in overleg als de nieuwe coach er is. En daarom ook zijn er vandaag ook een paar knopen doorgehakt. Maar nogmaals, ik ben blij dat er een paar spelers weer terug zijn bij de kern, gelijk Koen Morsi en Jelle Vos. Tegen Cercle Brugge liep het bij momenten vrij aardig. Alleen in de 16, waar het dan moet gebeuren, daar gebeurt het nog niet. Nee, dat klopt. Ik was voor een aantal zaken tevreden. Hè. Maar we kwamen te weinig in de 16. Het stadion was nog altijd stil en dat zou in Genk niet mogen. En daar hoop ik morgen op dat er iets meer power naar voren komt. En dat verwacht ik ook, zeker met het elftal wat morgen het veld opkomt. Positief was wel dat de supporters weer achter de ploeg stonden, zoals vroeger. Ja, en dat moet nog meer, maar dat ligt aan ons. Hè. Ik heb dat vorige week gezegd en nu weer. Wij moeten zorgen dat die supporters massaal achter ons komen. En dat is gelijk vorige week, maar dan nog een stukje meer in de zone van de waarheid. Loker wordt natuurlijk een moeilijke opdracht. Er lopen kleppers rond, zoals onder meer Dutra. Het wordt weer een wedstrijd op het scherp van de snee. Ja, stevige ploeg. Spelen lang samen, veel spelers. De drie ook op het middenveld. Persoons Overmeijeren en daar Van Aken voor. Van Aken is daar de regisseur. En natuurlijk Dutra. Dutra heeft Harboui vervangen, krijgt voluit zijn kans dit jaar. En heeft het al getoond met een paar doelpunten. Hè. Dus een man die geweldig veel diepte in zijn spel heeft. Het zal morgen niet alleen aanvallend in orde zijn, maar het moet bij ons defensief ook alles goed in de organisatie zitten. Ja. Extra toe voor jou kan zijn de terugkeer van onder andere Comorsi en Jelle Vossen, die deze week heel scherp getraind heeft. Ja, ze zijn terug in de kern. Dus er is ook een mogelijkheid dat een van de twee start. En ik verwacht toch wel wat morgen, omdat het zijn al de twee jongens die de ander kunnen meetrekken. En dat is wel heel belangrijk in ons elftal. Vooral in het geval van Jelle. Als je een Jelle hebt die in vorm is, Jelle die scherp is, dan gebruik je hem ook. Ja, en Jelle kan een slechte wedstrijd doen winnen. Hij is altijd goed voor een goal. En we hebben in het verleden ook minder een matje gespeeld. En daarom is dat toch wel een nuttige pion, ja. Vorige week zei je van ik ben de interim coach, maar tot nog toe ben je nog altijd de interim coach en daar wil ook niet over gecommuniceerd worden in de club, voorlopig over een nieuwe trainer. Nee, dus we lezen ook en horen overal dat ze met iemand bezig zijn, maar we hebben overlegd met de clubleiding dat ik niet te veel uitspraken doe en daar houd ik me aan. Intussen krijgen jullie wel alsteunen van de supporters. Ja, kijk, ik heb ook gezegd en ik heb veel contact met supporters. Laat eens deze tijd dat ik aan het roer ben dat goed overbruggen en dan misschien met een proper lijn beginnen met een nieuwe coach. Bedankt, Pierre.